Hallo weer, welkom bij een nieuwe video van Bob de taxichauffeur. Vandaag gaan we weer Bob de taxichauffeur spelen. Zoals jullie weten is het een perfecte man die alles doet voor taxi. En ja, dat is het eigenlijk zo'n beetje. Hij heeft een speciale manier van rijden, rechtstreeks naar het punt van oorsprong. Maar eerst laten tonen wat Bob zo allemaal kan. Ja, zoals iedereen weet, gewoon de mensen ophalen, dat lukt iedereen nog wel. Tadaa, kijk eens wat dit al is. Prachtig. Ook zie je die parkeerplaatsstanden. Prachtig gewoon, hè. Oké, dan gaan we nu naar de bestemming rijden waar ik naartoe moet. Want Bob, ja, die doet eigenlijk echt wel goed. Altijd de snelste aanwezig, dat kun je niet ontkennen. Maar af en toe zijn er wel kleine probleempjes. Zoals, ja, botsingen of kleine omvluchtwegen of wat dan ook. Kan allemaal gebeuren, maar ja, je weet ook, Bob is een speciale jongen. Oké, dus we zijn onderweg, dus een kleine 5 kilometer vanaf hier. Dat moet wel lukken. Het dus blijft een heel stuk over de snelweg. Even kijken waar we moeten zijn trouwens. We moeten echt alleen maar over de... Ik snap de logica niet. We moeten helemaal zo rijden. Om dan terug te gaan. Bob weet beter. Zo. Rustig. Rustig. De zender bekan. Kan gebeuren. Het is dagelijks. Bob weet hoe hij moet aanpakken. Oké, we gaan langs het strandje. Zo, een beetje meer toeristische trekpleisters voor eigenlijk de klant. Wat eigenlijk een pak beter is natuurlijk, want altijd die betonnen wegen en zo. Nu zie je nog een keer iets van de natuur. Rechts stenen, links water. Wat wil je meer in je leven? In het midden zand. Allee, ik bedoel maar, hè. Wow, rust. En attractie, hè. En we zijn er op een kan. Volgens mij is dat minder dan 4 kilometer zelfs. Hé, vogels. Die is dood. Sorry. Gaan we die trap op kunnen? Nee. Oké. Dan pak maar de gewone weg. Hè? Die gemaakt is en geschikt voor dit. Wat heb ik u gezegd? Boom. We zijn er op een kan, hoor. We zijn er al op een kan. Ja. Het is nog zo'n kleine 3 kilometer, dat kan niet. We zijn er echt legit een paar meter al. Het is hier, ergens. Hallo? Je moet hier toch ergens zijn? Alsjeblieft. Ik hoop dat je een fijne rit hebt gehad met Bob taxichauffeur. En we hebben toch al $123 gekregen. Oké, we gaan een nieuwe klant ophalen. Hopelijk is hij niet te ver weg. Ah, het is een beetje verder. Valt mee. Oké, het is wel niet echt de schoonste wagen waar je mee een taxirit kunt hebben. Ja, ik ben er al. Rustig. Rustig. Hier nog eentje. Oké. Hier, een tankstation, dat wist ik zelfs niet. Het is een kleine 3 kilometer. Toch niet gewoon de snelweg terug, hè. Wauw. Nee, Bob heeft er genoeg van. We gaan niet meer echt de gewone weg pakken, want het is... Nee. Alles wordt hem kwaad, hè. En als hem kwaad wordt... Oh! Dat wil je niet meemaken. Dus, pakken we de gewone Bobweg. Hey, we zijn er bekend, hoor. Wees gerust. We gaan rechtstreeks naar het punt, zoals je op de minimap ziet. We zijn er al bekend eigenlijk. Eigenlijk, Bob is een keigoede chauffeur. Hij maakt een paar jumpings mee, doet de atletische sport, is een helikopter daarboven. Dat kan hem niet zien. Haal de berg. Dat was de berg. Maar, ja, inschattingsfoutjes maakt iedereen wel eens een keer, hè. Allee, ik bedoel, iedereen maakt dat wel, inschattingsfouten. Kom de berg op, verdomme. En we zijn terug beneden. Wauw. Oké, terug naar boven. Nice. Ooit moet het lukken. Het is maar een kleine 2 kilometer. Rechtstreeks maar een kilometer pakt. En dan een beetje geld in. Man is tevreden. Iedereen tevreden. Altijd goed. Oké, we zijn er bekend. Daar een vijand had ik niet verwacht eigenlijk. En ik denk dat het beste is dat Bob langs daar gaat rijden. Misschien. Wauw.
Dat haalt hem niet. Voor je één keer, als het niet haalt, gaan we langs de iets gewonere weg. Maar iets gewoner en niet gewoontjes. Oké, berg gelukt hier. Ja. Beetje schuin omhoog rijden. Goed zo. Ja. Zie Bob. Prachtig geworden, die chauffeur. Als op de berg. Kom, er valt echt gewoon stil bijna. Kom op, jongen. Kan het. Je kan het. Je kan het. Ja, je kan het. Je kan het. Ja, je kan het. Oh, jongen, we vallen stil. Nee. Kom op. Bob, je kan het. Geef gas. Ja. Nee. Deze gaat niet heel erg goed eigenlijk. Ja, hij gaat ervoor. Hij gaat. Bob. Ah, serieus. Kun jij nu nog niet gewoon rijden? Oké, nu moet het toch wel lukken, hè? Ik geef heel de tijd gas en je reageert gewoon niet. Zie mijn wielen nee. Oké, andere optie. Doe het achterwaarts. Dan gaan we naar die kant. En we zijn erover. Zie, zo kun je... Shit. Wat zou die gast daar nu van binnen denken? Hey. Op zich... Effect is mooi. Daar gaat de deur. Deuren. Ja, misschien dat we toch iets normaler moeten gaan aanpakken. Nee. Maakt niet uit. Oké, we zijn toch onderweg terug. Rustig. Rustig. Oké. We zijn er bekend. De auto is nog zo goed als heel. Hij rijdt. Oh, slaven. En ja, dus het gaat nog goed. Trein. Oké, mooi gepasseerd. Mooi gepasseerd. Nu zijn we echt legit bijna. Hè. Twee goede mensen weggebracht naar de verre verte van 2 kilometer. Beter kan gewoon bijna niet. Oh, shit. Hier is de Klukken Bell Factory, meneer. Ik kan je kip kopen. En ja. Dat is mijn motorkap. Allemaal normaal. Houten planken. Oh, dat we zijn tegen hout. Je moet altijd houten planken kapot maken, want je weet dat er ooit een boom is geweest. En bomen zijn in dit spel niet tof. Nee. Bomen zijn niet tof. Oké, we zijn er bijna. Even volhouden. Nog een kleine 700 meter. Nog een klein stukje door de bosjes. En we zijn er. En dan kunnen we misschien toch een nieuwe auto gaan kopen. Wie weet. Met het geld dat we gekregen hebben. Want deze is niet echt... Ja. Het is kunst. Zijn er... Shit. We zijn er op elkaar. Rustig, meneer. We zitten vast. Wat zou die meneer in godsnaam denken? Hallo, mooie natuur. Ik vind het raam wel mooi eigenlijk. We kunnen heel veel kijken. Vind je ook niet? Boom. Oh, man, mijn klote. Maar ja, we zijn er bijna. Met een klein omwegje, een klein beetje minder geluk gehad in de... bossen daar juist. Maar het is gelukt. Tada. Opdracht voltooid. En dan krijgen ze €226. Dollar. Met dit mooi meneertje ga ik de video afsluiten. Als jullie meer willen zien van Bob, zeker het blauwe duimpje omhoog. En tot een volgende video. Kom op, rij die man nu omver. Ik moet de video eindigen. Tot een volgende video. En later, mensen. Ah ja, niet zo met de auto gebeurd, een klein beetje in brand. En ik heb nog een hert aangereden. Maar op zich, de taxi was niet echt meer nodig. Hè. We konden het nog wel een beetje gebruiken, maar... Bah, ja, het was al zoals kapot. Het was niet zo'n goede staat.
Maar ja, als je die zo slecht aankrijgt, dan kun je niks aan doen, hè. En ik had wat met ontploffing, want ik weet geen tekst meer om vol te praten. Maar het hert is ook wel redelijk dood. Ah, hij is ontploft, hè. Dat was de wagen. Ah, later mensen, hè. Zie je mooi. Prachtig. Shit, ik zit op zijn hield. Vuur overal, vuur, vuur. Dit is het einde van Pop. Later mensen.